Zo, laten we beginnen. We gaan een besturing maken voor een heel simpel machientje. Wat gaan we allemaal doen? Welke stappen gaan we doorheen? Dus we hebben onze machine. En we moeten eigenlijk een schema maken. Want wij gaan deze machine gaan we aansturen met relais. En we hebben dus dat schema nodig, omdat we moeten weten hoe we dat moeten gaan schakelen. Wat hebben we nodig om dat schema te kunnen maken? Dan hebben wij formules nodig. Formules, dat zijn eigenlijk de formules die aangeven welke logische schakelingen we gaan maken. Onze logische schakeling. Hoe komen we dus aan die formules? Daar hebben wij een bewegingsdiagram voor nodig. Het bewegingsdiagram die gaat ons vertellen in welke volgorde actuatoren in- en uitgaan. Want die bewegingsdiagrammen die gaan ook in combinatie met de signaallijnen vertellen wat onze input moet zijn voor onze logische schakelingen. Dus aan de hand van de signaallijnen gaan wij commandodiagrammen maken. Want dit commandodiagram zegt eigenlijk, ik ga nu cilinder A uitsturen of ik ga cilinder X insturen. Dus door deze stapjes te doorlopen, hebben wij voldoende informatie om straks ons schema te gaan tekenen. Hebben we het nou dus over? Hier hebben wij een voorstelling van het machientje. Dus we hebben een cilinder A, cilinder B. Cilinder A gaat omhoog, duwt een blokje omhoog. Cilinder B duwt eigenlijk het blokje van cilinder A af. Daarna kan cilinder A naar beneden schuiven en cilinder B kan daarna weer inschuiven. Dus we hebben eigenlijk vier stappen. En die vier stappen, dat zijn ook direct eigenlijk vier verschillende statussen, vier verschillende vormen waarin dit machientje zich kan bevinden. En elke status is uniek. Zoals je ziet, van die in of uit, en de combinatie met in of uit maakt dat wij vier verschillende statussen hebben. En die vier verschillende status, de laatste status, de vijfde, is weer hetzelfde als de eerste. Oké. Eén stapje terug. Binair. Elke cilinder heeft, elke verandering van de cilinder heeft invloed op dus de status van de machine. Stel nou, we hebben cilinder A en cilinder B. Cilinder A kan uit zijn of kan in zijn. We hebben ook nog de status van ons systeem. Eigenlijk moet je de status zien als de combinatie van al je actuatoren. Dus onze status is uniek. Want die combinaties zijn uniek. Cilinder B is uit. Maar cilinder A kan dezelfde beweging, of dezelfde standen ook hebben als cilinder B uit is. Als we dit nou zouden optellen, dan komen we uit op de volgende getallen. Cilinder A heeft een invloed plus of min 1. Ja, een verandering wordt de status eentje meer of eentje minder. En cilinder B heeft een verandering van plus of min 2 op de totale status. Kijk maar. De verandering van B
van in naar uit, terwijl cilinder A gelijk blijft, is een verschil van 2. Zo ook hier. Verschil van 2. Als wij nou een derde of een vierde of een vijfde of een zesde actuator willen gaan gebruiken, cilinder C bijvoorbeeld, dan zullen we zien, die heeft een verandering van plus of min 4 op de totale status. Ja, we gaan even verder met kopiëren. 0101 0011. Als we dit zouden optellen, hebben we hier 4 plus 0 plus 0. Dit wordt 5. Ja, 4 plus 1. Dit wordt 4 plus 2 is 6. En dit wordt 4 plus 2 plus 1 is 7. Klopt het nou nog steeds dat cilinder B de verandering, de invloed van plus of min 2 op het totaal heeft? Jazeker. Laten we even kijken. Cilinder C en A blijven hetzelfde. Dus we zien hier dat cilinder B verandert van 0 naar 1. En we zien dat het getal verandert met 2. Als we nou deze combinatie even in de gaten houden, 0 en 1, 0 en 1, dan zien we dat het veranderen van cilinder C van 0 naar 1 een verandering is van 1 naar 5, een verschil van 4. Dus het is even belangrijk om te onthouden dat het eerste bitje verandering van 1 heeft, tweede bitje verandering van 2, derde bitje verandering van 4. Dit is de achtergrond en zometeen kun je dat gewoon eigenlijk aanhouden als trucje. Dus dit zijn de verschillende statussen die het systeem kan hebben. Bewegingsdiagram. Wat is nou een bewegingsdiagram? Dat is eigenlijk niks anders. De kleur veranderen. Bewegingsdiagram laat in de tijd zien welke statussen het systeem heeft en hoe de overgang is tussen de statussen. Cilinder A, cilinder B. Dit is de instand, dit is de uitstand. Laat ik het anders doen. Even met een dun wit lijntje aangeven. Hoe ging onze volgorde ook alweer? Cilinder A ging van in naar uit, terwijl cilinder B, ook hier even een andere kleur aangeven, die ging van in naar uit, terwijl cilinder B in bleef. De volgende stap was dat cilinder B van in naar uit ging, terwijl cilinder A uit bleef staan. Daarna ging cilinder A weer terug, terwijl cilinder B uit bleef staan, en als laatste ging cilinder B weer terug, terwijl cilinder A in de onderste stand bleef. Wat is nou wat? Hoe is het allemaal benoemd? We hebben hier, dit is onze bewegingslijn. De groene lijn is onze bewegingslijn. Deze lijn is een faselijn. En die geeft eigenlijk de status, de situatie van het machientje weer. Dit is een overgang.
overgang van de ene status naar de andere status. De ene fase naar de andere fase. Er zijn een aantal regels waar we aan moeten voldoen. En dat is dat er per faseovergang maar één schuine lijn mag zijn. Dat hebben we hier, hè, één schuine lijn. Terwijl de rest horizontaal blijft. Hier ook. Dus dat verhaal klopt. Daarnaast moeten we gaan controleren of er geen herhalende statussen in zitten. Geen dezelfde status, moet ik zeggen. Nou, hoe kunnen we dat nou doen? We tekenen een lijn. Dit is onze controle getallen lijn. Wat zijn die controle getallen? Nou, bedenk nog even wat we hier net hebben gezien. Elke cilinder, elke actuator eigenlijk, heeft een bepaalde invloed op het hele systeem. En voor cilinder A was dat plus of min 1. Voor cilinder B plus of min 2. En als wij zouden verder rekenen, cilinder 2, cilinder 3, dan wordt cilinder 3 wordt plus of min 4. Of cilinder 4 wordt plus of min 8. En ga zo maar door. Dus bij elke extra cilinder, elke extra actuator, verdubbelt het getal van invloed. We gaan het even op de lijnen bijschrijven. Dus we hebben hier cilinder in 0, 1, 1, 0, 0. Dat doen we ook voor cilinder B. 0, 0. Maar hier gaan wij het getalletje 2 neerzetten. Hier zetten wij ook het getalletje 2 neer. Hier zetten we het getalletje 0. Als we dit nou gaan optellen, hebben we 0 plus 0 is 0. 1 plus 0 is 1. 1 plus 2 is 3. Nul plus 2 is 0. Dus naast dat er zeg maar één schuine lijn per faseovergang mag bevinden, de beginstatus en de eindstatus moeten hetzelfde zijn en alle tussenliggende statussen mag geen dubbel getal instaan. Als je aan deze voorwaarden voldoet, dan kun je verder naar de volgende stap en dat is het maken van de signaallijnen.